We beginnen met dit beeld. Misschien herkent u hem nog wel. We lieten deze man al eerder hier in Bureau H zien. Terwijl bewoners van deze woning liggen te slapen, is te zien hoe deze man een vloeistof door de brieven gooit en dat aansteekt. Dat gebeurt allemaal hier. Woensdag 17 januari rond 10 voor 1 s'nachts in de Waalstraat in Beverwijk. Bij een raampartij rommelt hij wat in zijn tas. Daar haalt hij een vloeistof uit en besprenkelt het gebouw ermee. Vervolgens gooit hij diezelfde vloeistof ook door de brievenbus van de voordeur en steekt het aan. Terwijl het vuur snel oplaait, u ziet het hier, loopt hij de voortuin uit. Hij gooit ook nog een steen door de ruit. De bewoners van de woning liggen rustig te slapen terwijl de hond aanslaat. Door de oplettendheid van de viervoeter en zijn constante geblaf worden de bewoners wakker en kunnen de brand maar net op tijd blussen. Opsporing verzocht zocht het baasje van die redder in nood op. Dus ik vloog mijn bed uit en toen kwam ik in de gang en toen zag ik dus uh, de vlammen. En toen heb ik een geel gegeven van je moet eruit, je moet me komen helpen. Dus hij is meteen zijn bed uitgekomen. Ik heb Emma water gepakt, ik heb flessen water gepakt, wat ik maar had. En uh, toen is uh, mijn vriend gaan blussen en, uh, en 112 gaan bellen. Je kan er gewoon niet bij met je hoofd. Je hebt met niemand wat. Je leeft je leventje. En ja, je, je kan het gewoon niet geloven dat dat ja, bij jou gebeurt. Wie de verdachte is, is nog altijd onduidelijk. Maar we hebben best wel een goed signaal omdat hij goed op beeld vastgelegd is. Het gaat om een man van rond de 1,80 meter met een slank postuur. Hij is tussen de 18 en 30 jaar oud en heeft een lichte of licht getinte huidskleur. De verdachte heeft donker haar en opvallende donkere, volle wenkbrauwen. De man was helemaal in het zwart gekleed en droeg een zwarte tas met een groot wit logo van Adidas erop. Zijn jas is van het merk De Noorface. Weet u meer? Bel met de politie 0800 6070 of via M, dat is Anoniem. Doet u door te bellen met 0800 7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl